In augustus 1998 verdwijnt Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp in Brunssum. Zijn lichaam wordt een dag later gevonden. De politie vermoedt dat hij is misbruikt en vermoord. De zaak loopt al na een paar weken vast. Maar het onderzoek gaat wel door. In de jaren die volgen komen meerdere verdachten in beeld. Toch wordt de zaak niet opgelost. Een nieuw cold case team gaat er in 2012 mee aan de slag. In mei 2017 kondigt de politie een groot DNA-onderzoek aan. De pijn en het gemis zal nooit minder worden. En we weten dat we aan Nicky niet meer terugkrijgen. Maar we hopen dat we eindelijk na zoveel jaren een ander... Doe allemaal mee. Dank jullie wel. Het onderzoek begint in februari 2018. Meer dan 21.000 mannen worden opgeroepen. Waarom vindt u het belangrijk om DNA af te staan? Dat er eindelijk een oplossing komt na 20 jaar. Dat er duidelijkheid komt van wat er met Nicky gebeurd is. Want dat weten we natuurlijk nog steeds niet. En dan, in augustus 2018, na ruim 20 jaar, is er een doorbraak. Er is een 1-op-1 match tussen de verdachte sporen op de kleding van Nicky Verstappen en het DNA van een 55-jarige man. We weten wie hij is, maar we weten niet waar hij momenteel verblijft. Wij zijn op zoek naar Jos Brecht, 55 jaar oud. En dit is de man die wij verdenken van de betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen.